In deze video. Als we nou eens even kijken naar onze bankrekeningen. 96.500 euro. Is dat even een hoop geld? Maar er komt nog meer. En hij is bijna leeg. Dan zitten we al over die ton heen. En dat is goed. Iets met hongerige diertjes. Dat moet natuurlijk wel goed blijven gaan. Net even iets te kort. Hé jongens, we gaan hem kopen. Ja, leuk. En tja, die helpers ook elke keer. Moet je dit nou eens zien? Raced Bert maar even voorbij. Hij houdt er wel een boel een beetje op nu. Eerste oogst met Klaas. En een nieuw doel, Mats. Oh, ja, dan wil ik eigenlijk gewoon zoiets. Je ziet het in deze video. Pak een bakje koffie en veel kijkplezier. Hey, een hele goede dag en mooie hem. En wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Aflevering 29 van Niets te Iets, de challenge samen met Bezafits. Oh, wat gaan we weer mooi, Besef even, we zitten al bijna op de 30 afleveringen. We zijn al gewoon een dik een half jaar hiermee bezig. En ik vind het nog steeds mooi. Oh, helemaal top. Hey, de vorige keer zijn we eindelijk op dit veld. Dit veld moet nog gehoogst worden. En als we nou eens even kijken naar onze bankrekeningen. 96.500 euro. Dus wat gaan we doen? Ik ga naar de andere kant toe. Ik pak de trekker, want hier staat als het goed is nog een trekker. Even kijken. Zoek. Want die gaan we eerst aan het werk zetten. Nee, deze gaan we niet eerst aan het werk zetten. Deze gaan we even afkoppelen. We gaan een bakje melk verkopen. We hebben echt nog heel veel spulletjes staan. We hebben daar nog bloemen staan, die kunnen nog de verkoop in. We hebben hier nog een tanker met melk daar staan, dat kan nog de verkoop in. Het is wel een beetje een iets wat grijzige, donkere dag vandaag, want het weer is niet zo heel mooi. We hebben gekeken of we dat konden fixen, maar helaas wou dat niet. Dus dit melktankertje gaan we eerst even volmaken. Nou is het even de vraag, hè? Hoeveel gaat hier nog in? Gaat nog helemaal vol. Kijk aan, wat goed. En dan gaan we eens even kijken bij de varkens. Wat moeten de varkens nog hebben? Er staat dat ze nog genoeg voer hebben. Maar als ik nou eens even naar de diertjes toe ga. Ze hebben proteïne nodig. En proteïne is die zonnebloempit. Nou, die hebben we hier ook. Dat is deze. Ik heb er wel maar één doosje van. Dat is wel... Oh. Eén doosje is niet zo heel veel. Dus ik hoop dat het genoeg is om... dat zij nog even een beetje vol kunnen houden. Oh, hij moet nog ietsjes verder. Leg ik hem net te dichtbij. Zo, daar kan hij mooi heen. Eens even kijken, hè? Kijk. Daar zitten we een beetje aan proteïnevoer in. Daar zijn die varkentjes natuurlijk ook wel weer blij mee. Nou is het wel even een dingetje, hè? Want mais is een basisvoedsel. Basisvoedsel hebben we nu heel veel, want we hebben best wel veel sorghum nu. Nou ja, dan gooi ik dit er ook nog gewoon eventjes mee in deze pallet. En dan moeten we eerst maar eens even zorgen dat wij meer proteïneproducten bij krijgen voor de varkens. Want dat is, als ik even naar het boekje toe ga, proteïne, sojabonen, koolzaad. Of zonnebloem. Dan kunnen we twee dingen doen. Ik kan het ene kastje natuurlijk... Die ga ik gewoon eerst op zonnebloem zetten. En dat koolzaad wat daar van het veld afkomt... Dat wil ik gaan gebruiken voor meel. Olie, sorry. Koolzaad, olie. Dat was hem. deze moet even... Zeg ik dat goed? Uit? Kijk, en dan alleen op zonnebloem. Dan krijg ik mijn extra zonnebloempitten. Ja. Moet wel weer water in. En dit was ook basisvoedsel. Kijk, we hebben natuurlijk veel te veel basisvoedsel voor die varkens. Even kijken, wat hebben ze nog meer nodig? Proteïne, graanproduct. Nou, dat hebben we op zich ook wel genoeg. Aardproduct zit er ook wel genoeg in. Nou, dat is dit natuurlijk. Dit is natuurlijk dat aardproduct. Dat zijn die, hoe heet deze dingen nou? Suikerbieten. Ik wil zeggen, hoe heet dat product ook maar weer? Maar dat was suikerbiet. Hoppakee, leggen we die daar ook eventjes bij. Eerst dan maar even een mooie tanker met melk verkopen. Waar is dat het meeste waard op dit moment? Dat is hier. Dan gaan we naar melk. Oh, er zit nog maar 1700 liter in. Dat is op de boerenmarkt. Boerenmarkt, de tweede boerenmarkt. Zeg ik dat goed? 7,81 Silveren Market. Maar dan moeten we weer zo achteruit. We hebben gezien dat dat niet zo goed ging. Farmshop, 7,88. Gaan we daarheen. Er staat er een enorme pilaar. Daar rijden we dit tankertje daarin mee. En dan ben ik benieuwd wat dat weer gaat opleveren. Gaan we ook denk ik de trekker eventjes... misschien moeten we hem wel even repareren. Maar we hebben dat geld nu weer nodig voor wat anders. Hier, kijk, Betty race ook al naar de winkel toe. Die heeft natuurlijk ook gezien dat daar het meeste oplevert. We moeten sowieso de trekker even gaan tanken. Repareren denk ik nog niet, want dat is veel te duur. Maar dan ben ik wel benieuwd wat dit tankje ons gaat opleveren. Hey, mooi. Hey, jij hier? Heb jij de koeien ook alweer gemolken, joh? Ja, ik had nog wat wij afgesproken hadden van die koeien, ja, dat allemaal bij mij in de war was. Ja, je hebt er een mooi potje van gemaakt. Ik zei van, ik cheat hem één keer die vrachtwagen vol, 22.000 liter. Ja. Dus dat was ik nou gelijk aan het doen en dan geldt dat stroop maar door en door en door en door. Ik zat net naar de prijs van de melk gekeken en die heb jij natuurlijk ook gezien dat hij hier de duurste het meest opleverde. Die staat in de goede maand, hè? Ik wil wel zeggen, jij reed ook al mooi deze kant op. Ik denk direct weg, dat tikt nou net 17.000 euro bij mij. Dat is wel lekker handel. Voor een tankje melk. Hoeveel? 17.000 voor een tankje melk. Maar dat is een mooi bak met geld wat je dan bij hebt geschreven. Ja, dat is wel lekker zo. Dus
Ik ga snel, want ik heb nog meer in de koeienstal. Ik denk dat ik dat verkoop nu de hoogste prijs is. Het is dan echt een goede tijd nu om het te verkopen, Bert. Ja, in de handel. Maar mag ik er ook in, Bob, dan? Als je, nou, ik ben nog even jouw tinkje aan bewonderen. Kerel, ben je bang dat ik kwijtraak of zo? Ja, je stilt hem sowieso niet, hè? Oh, ik kill wat fel aan je ding. Ja, maar ik heb veel bomen en zo eromheen staan. Dus er moeten nog vallende kleurtjes uit tussen het gras. Ja, precies. Nou, hij, past wel, hij past wel heel mooi achter jouw vrachtwagen, trouwens. Ja, dat zou nog wel qua model. Als je hem overspuit, is het echt wel een mooi dingetje. Ja, klopt. Dan moet ik hem configureren dat hier zo'n vangbeltje achterkomt, maar dat past wel. Ik zie ideeën. Ja. Oh, mooi man. Ja. Nee, als jij hem aan de kant hebt, dan kan ik hem maar plaats. Dankjewel voor plaatsmaken. Succes vandaag, hè? Ja, jij ook, hè? Jojo. Zo, maar die is dus ook alle boel verkocht. Ja, klopt. Bij Bert waren er wat probleempjes geweest. Sinds dat wij bezig waren met de dingetjes. Nou ja, goed. Als je het hele verhaal wil weten, Bert heeft dat vast uitgelegd in zijn video. Ga dan vooral ook hem kijken naar zijn video. Link staat ook in de beschrijving. Ja. Oh, hem naar hem toe toeten. Nou goed. Wij staan erop. Druk hem op het i'tje. En de euro's. Ka-ching, ka-ching, ka-ching. Wat gaat dat doen? Wat gaat dat doen? En hij is bijna leeg. Dan zitten we al over die ton heen. En dat is goed. Want we hebben nodig 6300 euro. Dat is meer dan de vorige keer. Vorige keer hadden we bijna 5500 euro. Ook een hoop geld. Maar dit is een heel stuk meer. Deze gaan we in ieder geval eerst even tanken. Deze vertrekker. Hij is bijna leeg. Dat is niet helemaal handig. Zo, die loopt mooi door. Zo, de tank is ook inmiddels alweer vol. En ja, mensen. Ik weet het. Ik had al een aantal reacties gelezen dat hij bijna stuk was. Hij heeft onderhoud nodig. En geen onderhoud is ook onderhoud. Zolang als hij nog rijdt, gaat het goed. Ik heb nou even iets in mijn hoofd zitten. Dat heb ik al heel lang in mijn hoofd zitten. Ik wil het nou gewoon gaan doen. En daarmee kan ik nog even geen onderhoud gaan gebruiken. Ik ga deze weer even terugrijden naar de koeien. Laat ik hem opnieuw vol met de melk. Pak ik de andere kar en dan gaan we ook de bloemen even verkopen. Maar even anders wat, hè. Nou zijn we hier bij de koeien. Hoe staat het nou met hun voergesteldheid? Dat moet natuurlijk wel goed blijven gaan. Oh, het is op. Dat kan toch niet? Dat is niet zo best. Ze moeten wel eten hebben. Dus dat moeten we ook eerst maar eventjes gaan regelen. Oh, daar voel ik me wel schuldig over. Dat kan natuurlijk echt niet. Maar als we nou gewoon eens even met die andere keeper heen gaan dan. Dan gaan we gewoon die hele grote erachter doen. Dan doen we daarin wat compleet gemengd rantsoen in. Ja, hoeveel liter is die trouwens? Laat ik eens even kijken. Ik ga even naar de garage. Deze heeft een inhoud van 12 kuub. Ja, dit karretje heeft veel minder inhoud dan 12 kuub. Nee, die heeft nog geen 10 kuub. Dus, dan gaan we gewoon die hele grote aanhanger ernaartoe. Gaan we hem 20 kuub ophalen. Ja, 20 kuub is wel even mooi. Maar compleet gemengd rantsoen, dat gaan we dan even kopen. Maar voordat we daarin heen gaan, hè, zullen we dit hele grote veld nou even een keer met zorg gaan inzaaien, dit veld? Of gaan we er weer sojabonen in doen? Wat is het idee? Als ik in ieder geval met dit trekkertje daarin voorzet. Uiteraard met tarwe, want dan moet eerst even mijn tarwe erin. Kijk, dan hebben we alle tarwe. Oh, als dit alle tarwe is trouwens. Dat is misschien verstandig als we eerst dat ene veld met tarwe gaan inzaaien. Aan de andere kant. Wat Bert had gezegd over de kipjes is ook al waar. Die eieren leveren natuurlijk wel geld op, maar het is geen gouden business of zo. Dus ik kan ook zeggen van. We gaan tarwe verkopen, we verkopen de kipjes en we laten het even de kipjes voor wat het is. Andere kant. Ja, we zijn stro nodig. En als ik nou eens even kijk naar de prijzen van dit dan. Zo nou tarwe, het zit allemaal een beetje rond. Of zo. Oh, de haver. Kunnen we haver doen? We hebben ook een graanproduct. Nou, gewoon een beetje haver. Ja, dat is misschien het mooiste voor als je paarden hebt. Maar ja, dat hebben we niet. Als we eens even kijken bij varkens dan. Die hebben toch ook haver. Mais of sorghum. Daar gaan we gewoon tarwe in zaaien. Dit is tarwe. 830 liter zit er nog in. Deze kon hem eerst ook doen. Dus nu ook. Zet ik hem een beetje ruim aan zo. Beetje ver naar rechts. En zetten we deze gewoon op een helper, hoor. Berend die gaat het veld ermee zaaien. Goed bezig, Berend. Dan halen wij even een compleet gemengd rantsoen op. Maar we kunnen natuurlijk niet hebben dat de koeien geen eten hebben. Dat is zo handig. Nou, en Bert heeft alles hier ook mooi neergezet, trouwens. Allemachtig. Nou, kijk aan. Dan rij ik deze gewoon achteruit hier onder deze pijp. Oh, oh, oh. Hij heeft niks gezien. Bert heeft niks gezien. Hup, doortrek. Jongens, niks verteld. Hier is niks gebeurd. Oh, oeps. Compleet gemengd rantsoen. Waar staat dat? Hier, daar. Hoppakee. Starten. Nou, zo 20 ton doen, dan is dat genoeg, denk ik. Nou, 20 ton er mooi in. Laten we eens eromheen gaan. Oh, het trekkertje krijgt er nu wat moeite mee. Mooi hem. Mooi hem, zeg maar. Valt niet mee, die helpers. Nee. Dikke uitdaging, hè? Succes! Yo!
Ja, en mensen, ook wij hebben last van die helpers dat het niet altijd eventjes goed gaat. Ja, hatsé, met 20 ton compleet gemengd aan zoen gaan we terug naar de koeien. Want de koeien die hebben daar wel zin in, denk ik. Die staan helemaal droog, die hebben geen eten meer. Dat is natuurlijk heel zielig. Nou, laten we deze helper maar even voorbij gaan. Kijk, we gaan dan. Boah. Oké, gaat het zo lukken? Ja, mooi. Nou, dan wachten we even tot hij leeg is. A few minutes later. Kijk aan, en hij is alweer leeg. Dan zetten we deze weer naast de schuur neer. En gaat die helper een beetje mooi? Ja, hij heeft geen haast. Zo te zien. Hier heeft hij weer een baan vergeten en weer een klein stripje daar. Goed, dat zijn dan ook die helpers. Zetten we deze container weer hier neer. Zo, mooi plekje. Dan kunnen we wel eventjes gaan wisselen. Dan zet ik deze trekker voor de saaimachine. En dan gaan wij hem wat anders doen. Alle beestjes hebben nu eten. Dat is nu gefixt. En dan gaan we deze eventjes omwisselen. Dan zetten we deze trekker voor die oogstzaaimachine. Zo, even de helper eraf. Dit trekkertje hebben we op zich ook niet heel veel meer aan. Die moet eigenlijk wel omgewisseld worden voor een wat grotere machine. Dus zijn er nog suggesties van... dit kun je ermee doen met dit trekkertje of gaan we inruilen. Kom lekker met suggesties, drop het in de reacties en gaan we kijken wat we ermee doen. Parkeren we deze gewoon hier neer? Nee, die kunnen we best gewoon even in het schuurtje neerzetten natuurlijk. Gewoon een beetje opruimen. Anders heb ik Greta weer op ons dak. We hebben net een mooi geld gekregen om alles op te ruimen. Dus we moeten ook ons trekkermateriaal opruimen. Kunnen we niet maken om dat gewoon ergens weer in een hoek te gooien. Hoewel ik niet zou weten waarom niet. Zo, die eraan. Doen we dat gewichtje er even zo aan zo. En dan zetten we dit mondje er ook weer voor. En dan gaat deze gewoon op deze manier zo lekker de schuur in. Past dit? Ja, dat past. Nou, die kan mooi naast die sproeier staan, dacht ik zo. Moeten we er wel ietsjes verder vanaf... gewoon hier zo. Als we hem wel wat bij moeten, dan kunnen we hem wel aan de kant zetten. Zo, lichtjes uit. Kijk, dan kunnen we deze gewoon gelijk voor die zaaimachine neerzetten. Let's go, helpen er maar gelijk op. Nou, Bertha zit er nou op en Bertha gaat het even mooi voor ons inzaaien. Dat is meters maken. Maar wat we nou even gaan doen... We gaan met deze combine gaan we naar de winkel. Want ik denk en ik hoop... Dat het nu eindelijk gaat lukken. Dan neem ik dit koolzaad nog eventjes mee, denk ik. Even kijken, wat is koolzaad waard? Want ik ga dan echt waarschijnlijk op de laatste euro's dat doen. We nemen het mee. We nemen dit mee, want als het goed is... is zojuist iets voor ons afgeleverd. Waar we al heel lang om zitten te springen. En wat ook echt tijd werd dat we gingen nemen. Dus ik rijd dit in ieder geval eventjes naar de winkel toe. En dan staat daar als het goed is iets moois voor ons klaar. Wat zojuist is afgeleverd. Dat zometeen bij de winkel. Nou, we zijn bij de winkel en als ik daar zo eens naar links kijk... Oho, dit is wat voor ons afgeleverd. Gaan we dit beetje koolzaad gewoon verkopen, want er komt zo meteen nog veel meer van het veld af. Maar nou hoop ik ook dat we nog even die maaidorsen kunnen betalen, want ik heb er eentje op het oog. Dat is een hele beste. Maar kijk nou eens. Kijk eens wat hier staat. Het grote broertje van. Oh, de Klaas Maxi 108. Daar is die dan. De nieuwe Klaas, die staat in ieder geval. Dus dan gaan we dit hele setje even inruilen. Want als we nou zo zien, daar rechts onderin, de tank is leeg. Dus we hebben er in die zin ook niks meer aan. Nou ja, nu nog wel. We zetten de motor uit. Hij heeft zijn dienst wel bewezen hoor. We hebben er echt heel veel aan gehad in de eerste tijd. Eerst gaan we het bekje even verkopen. Doen we even repareren. Ja, een nieuwe lak. Ja, dat levert dan ook zijn geld wel weer op. Gaan we hem verkopen. Nou is die verkocht. Nou hebben we weer 37.000 op de bank staan. Dat betekent dat we genoeg hebben. We gaan hem repareren. Nieuwe lak. Verkopen. We hebben 51.856 op de bank staan. En als het goed is... Nee. Ik heb te weinig. Oh, shit. Ik heb de hele combine alles verkocht en ik heb nog steeds te weinig geld. Dit is ook wel echt weer wat voor mij, hoor. Nou, wat gaan we doen? Dat kunnen we oplossen. We hebben nog een raceauto. Ja. Als we nou gewoon eens even deze pakken. Dan pakken we even de security truck. Dan gooi je even een paar pallets met bloemen in. En dan kunnen we lekker snel heen en weer. Eens even kijken. Ik denk dat het makkelijkste is als ik ze gewoon naast elkaar zet. Ik denk dat er dan meer in past. Ja, jongens, we gaan hem kopen. Ja, leuk. Heb je net 2.500 euro tekort. Superhandig. Maar dan laten we dit gewoon even vol met de bloemetjes. En dan zijn we er ook. Gaan we even snel heen en weer, zeg maar. Want ik wil natuurlijk ook wel gelijk met die combine gaan oogsten. Nou, er staan 4 pallets met bloemetjes in. Doen we het deurtje dicht. En dan racen we hiermee gewoon naar de winkel toe. Oh, wat gaat dit hard. Maar zo kunnen we wel gauw de boel gaan lossen. Oh, ik breng ze wel gauw hier naartoe. Maar waar moet we eigenlijk naartoe? Flowers.
Farmshop, €1,293. Toch het meeste. Nou, dan gaan we gewoon naar de farmshop. Volgas. Kick aan. Nou, we zijn er. Rijm er maar op. De teller begint te lopen. Kick. €10,343. Dat is mooi geld. Dan brengen we deze eventjes terug naar huis. Zet die even in het schutje. En dan pak ik de combine. Met natuurlijk de nieuwe bek. En dit is niet te geloven, hè. Dan kom ik thuis. Moet je dit nou eens zien? Er staat gewoon die... Jongens, ik weet het. Dit is heel moeilijk om te doen zo, zeg maar. Maar allemachtig. Ik vond dit is wel heel extreem. Zo'n gekke vorm heeft dit veld toch helemaal niet? Toch gaan die helpers gewoon helemaal andere plekken toe. Nou ja, dan zet ik deze maar weer even... Nee, hij is trouwens best wel snel hier rond gegaan. Even zonder gekheid. Dat is niet zo lang geduurd. Hartstikke mooi. Maar nou komt het volgende dingetje. Mijn autisme kan hier niet heel goed over. Ik geef het eerlijk toe. Maar dit is wel een heel mooi bekje. En hij doet het. Doen we het karretje doen we erbij. Want dat is wat makkelijker rijden vooral. En moet je eens kijken wat voor setje we gekocht hebben. Oh, wat mooi. Dit is hem dan. Onze nieuwe combine. We maken de eerste meters erin. Ik was net voor het opnemen aan nog eventjes met die andere aan doen. Want deze heb ik nog een slag breder. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Oh, nou sta ik hem er verkeerd op. Dat is natuurlijk niet handig. Moet we hem aan de andere kant erop draaien. Ik maak het mezelf ook wel weer makkelijk zo hoor. Jongens, nog toe hé. Nou, ik wou net zeggen, als het goed is, klikt hij zo wel vast. Oh, dit ding heeft trouwens een draaicirkel van de vrachtwagen. Nou, daar gaan we. Onze nieuwe combinatie op pad. Wat is dit dan? Wat is hij nou aan het doen? Jan! Bert! Wat is dit? Mooi of niet? Oh. Kerel, ik was al bij jou thuis, want ik moest even met je overleggen, maar je was er niet. Maar nou weet ik waarom. Ik was wat voorbereid en natuurlijk had ik weer een rekenfoutje gemaakt en gedaan. Dus ik had alweer een gek neus, jong. Nee. Maar vind je dit normaal of zo over de weg heen rijden? Ik denk, ik ga een blokkade, dat je me niet voorbij gaat, want ik moest dit even zien zo. Nee, dat is gelukt. Kanonder. Oh, wat mooi ding, Jan. Wat groot, hè? Oh, ja, groot. Komt geen eind aan zo. Oh ja, toch wel, hier staat. Ja, het is een stukje, het is een 10 meter lopen, ongeveer 9,6 meter of zo. Maar daar zijn we ook wel nodig met die velden die we gemaakt hebben. Ja, joh. Oh, prachtig. Maar wat ik vraag wou, zou jij een contractje willen geven? Want ik ben ook dat vaartje, IBC-vaartje van jou in gebruik. Ja, contractje. Gaan we regelen. Ja, zou fijn zijn. Dan breek je ik wel even wanneer het er weer af mag. Ja, ik ga onmiddellijk jou toewijzen. Ja, top. Dan kan ik mijn spoeimachine weer vullen. Dan kan ik ook weer bellen. Nou, bij deze meneer, wij hebben een contract overeengekomen van 23 uur. Nou, top. Dank u wel. En heel veel oogstsucces met jouw... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meter. Ja, dat zijn heel wat stapjes, hè. Dan kom je wel aan je stappen doel. Dankjewel, ja. Gaat lukken. En jij succes met mijn IBC. Is goed. Hey, yo. Hoi. Nou, dan moet hij wel weer even de weg vrijmaken voor ons. Want zo kunt mij er natuurlijk niet door. Kijk. Dat is zwaailampjes en mazer. Hey, deze heeft geen zwaailampjes. Nee, die object er niet op zit. Oh, wat een ding, jongens. Wat een ding. Het is wel leuk zo. Hij houdt hem wel een boel een beetje op nu. Hij gaat harder. Nee, Bert die had nog een. Die had toen een keer die. Wait for it. Here it comes. Almost there. Sproeier van mij geleend en hij heeft die IBC gelost. En dan staat de IBC dus blijkbaar nog op mijn naam. Maar hij heeft het gekocht, dus hij mag hem zelf ook gebruiken. Hij is ook van hem. Maar goed, als deze gaat niet zo heel hard. Ik rijd dit even naar het veld toe. En dan gaan wij oogsten met onze grote combine. Zo, nou daar zijn we dan. Laten we hem klaarzetten voor het veld. Zetten we hem zo neer. Dit is een mooi plekje. Rij hem erom. Nee, wat doe ik nou? Rij ik door. Och, jongens. Nee. Nou, dat is een paar stukjes gewas minder. Zo, gaan we hem aankoppelen. Moet ik hem er wel vanaf krijgen. Blijkbaar is dus die combine waar deze bag eigenlijk voor bedoeld is, ietsje hoger. Nou, ik had hem getest, hij doet het. Oh ja, je moet hem eerst uitvouwen, hè. Hoppa, dan gaan we hem eerst uitvouwen. Kunnen we hem nou aanzetten. Daar gaan we dan. De Klaas Maxi 108 gaat over het veld heen, oogst het koolzaad. Wow, wat een ding, hé. Dan moeten we deze kant wel even meepakken.
Hij moet niet over stobben heen gaan. Hier zitten als het goed is nog een paar stobben in ergens. Kijk, we gaan al met die oogst. Nou, Klaas is aan het werk. En we noemen hem ook gewoon Klaas. En dus vanaf heden gaan we gewoon met Klaas aan het werk. Haha. Wat een beest, hé. Hij is heel groot. Hij gaat niet zo heel snel. Maar ja, hé, weet je, 10 km per uur komen we er ook wel. Zo, Klaas die gaat even zijn ding doen. Dat gaat Klaas heel eventjes doen met een helpertje. Want ik zag dat een andere veldhelper ook was vastgelopen. Dus daar gaan wij hem naartoe rennen. Stelt hij weer tegen de muur aan. Nee, dat oogsten maak ik even een timelapse van. Dat wordt wel een mooie timelapse. Ik ben echt super blij met die combine, hoor. Oh, kijk hem. Veldje mooi met tarwe eraan. Tarwe zaaien. Dat is stro en zo zaaien wel weer echt nodig. Dat is wel even een dingetje. Nou, dit zit erin. Doen we hem even omhoog en pakken we dat strookje weer eventjes mee. Want hier hebben we ook best wel wat gemist. Nou ja, daar heeft die helper heel wat gemist. Kijk, gaan we die hem dit strookje pakken. Dan doen we op de terugweg even langs die kant. Want daar zitten ook nog een paar van die strookjes. Die moeten ook echt even ingezaaid worden. Anders is het natuurlijk gewoon doodzonde. Dan is dit veld ook alweer bijna ingezaaid. Dit is nog maar even dit hoekje. Kijk, zet hem zo even neer. Dit trekken we hem gewoon zo even in één keer door. Hoppakee, dat hoekje ook ingezaaid. Zo, dan zet ik dit laatste hoekje nog even op de helper. Want dit is nog het enige wat nog gedaan moet worden. Dat kan de helper wel doen. Dan wil ik gewoon zelf gaan oogsten. En ik heb natuurlijk die grote oogstmachine gekocht. Niet om alleen maar de helpers erop te laten rijden. Dus dit gaan we lekker zelf doen. Uiteraard doen we dat wel op een timelapse. Dit ga ik nu zelf doen. Want wat een ding is dit, joh. Dit is echt een beest. Dit had onze kleine combine niet gered. Maar goed, de rest dat doe ik inderdaad wel even op timelapse. En geniet van de timelapse, de snelle beeldjes. Zou ik zeggen, tot straks. Zo, en het veld is er alweer af, jongens. Als je nou eens even voorstelt, hè. Met die vorige combine hebben we 2 afleveringen werk gehad om alles eraf te krijgen. En met deze, ik ben nou... Nou, in timelapse misschien wat minder, maar ik ben nou in real life nog geen 10 minuten bezig, denk ik. Zo. Nou, dat was natuurlijk een klein stukje was al gedaan, maar wat een verschil, hè. Ja, Klaas heeft zich wel bewezen. Dit is een goede aankoop geweest. Hiermee kunnen we heel snel de velden overklappen. En als straks deze velden ook allemaal zover zijn... Ja joh, dan is het allemaal een piece of cake om alles te oogsten. Oh jee, dit moet natuurlijk nu wel geschoffeld worden. En gesproeid. En dit moet de volgende keer waarschijnlijk al geoogst worden. Maar dat zien we dan de volgende keren wel. We houden ons nu een beetje bezig hiermee. Deze is in ieder geval weer leeg. Dus die kunnen we weer inklappen. En de pijp in. Zo. Dan leggen we die maaidorser weer op het karretje neer. Maar nou is wel het volgende ding, hè. Als we dit veld nu moeten gaan zaaien, is natuurlijk wel de zaaimachine wel lang onderweg in verhouding.
Dus nu moeten we eigenlijk ook een nieuwe saaimachine hebben. Wat is er zoal? Laten we eens kijken. Want volgens mij hebben we daar ook nog best wel wat ingezet qua mods. Oh, ja, dan wil ik eigenlijk gewoon zoiets. Maar dan hebben we ook iets meer vermogen nodig. Dus we moeten ook een hele andere trekker voor. Ja, dat gaan we allemaal eerst nog niet redden. Dan gaan we met zoiets. Of met dit. Nee, ik denk dat we dat even bij deze moeten houden. Dat is de goedkoopste en in verhouding dan ook de breedste. Nee, laten we daarbij. Deze gaan we in ieder geval even afretten. Dat heeft de nieuwe Combine zich echt wel bewezen, hoor. Wat een ding. Geweldig. Het wordt ook al wat lichter. Zo. Kijk, die zit er nou weer mooi op. Dan zetten we hem binnen neer. Als het goed is, kan ik nou wel met een schameltje achteruit. Deze heeft een sturende achteras. Heel wat pogingen. Dan zet ik hem gewoon lekker naast de schuur neer. Waarom moeilijk doen als makkelijk kan? De schamelwagen op een of andere manier heb ik nu even een error. Zo, maar die staat in ieder geval mooi in het schuurtje. Maar zeg maar, die combine die moet wel echt binnen staan. Dat bekje is al niet zo van belang. Die wordt toch niet gejat, hoop ik dan maar. Dan is het nu deze even leegmaken. Die gaan we leegmaken. Gewoon, ja, waar gaan we hem eigenlijk in doen? We kunnen twee dingen doen. We kunnen het gaan verkopen. Koolzaad levert natuurlijk geld op. 18.000 liter. Maar ik denk dat het beter is dat we het gewoon in de molen doen. We kunnen nou nog over dit veld. Hier zit nu tarwe in. Hoe is het met bemesting van dit veld dan? 50%. Maar dat is voor nu nog wel goed. Hij is een beetje broken, deze truck, denk ik. De trekker is stuk. Hij gaat niet meer aan. Dat is 15 km/u. Of zal het gewoon door de zware belading komen? Dat zal me ook niet verbazen. Zo, doen we eerst even een klepje open. En gaan we het gewoon allemaal in de molen gooien, denk ik maar. Gewoon zo erin. Want koolzaadolie levert wel goed geld op. Dan lopen we hem hier naartoe. Dan gaan we de koolzaadolie even activeren. Tarwemeel, zonnebloemolie, koolzaadolie. Dat wordt hem. Twee stukjes olie is dan... Of twee stukjes koolzaad is één stukje olie. Maar goed, dat levert dan ook weer bijna het dubbele van geld op. Dus dat is mooi. Gewoon alles erin. Helemaal losse maar. Dat is hem. Het is leeg. Alles zit erin. Dan kunnen we deze bak mooi weer omrijden. Zetten we die naast de zagerij neer. Of gewoon hier zo. Ja, dat is gewoon hier achter de zagerij. In het kader van geen betere plek. Dan ga ik hier even voor de zaaimachine. Dan ruimen we die eventjes op. Maar die moeten we gelijk wel in bijvullen, zit ik trouwens te bedenken. Als we nou... Waar zit die trigger? Hier. Eén pallet met zaden. Die. Oh. Huh? Dit is er nu uit, toch? Ja, dat is er nu uit. Gelukkig. En kunstmest. Big bag kunstmest. Die van 535 liter. Doen we die er gewoon eventjes aan. En dan kan die zak er ook gelijk bij. En dan kunnen we die gelijk eventjes helemaal vol gooien. Oh. Tenminste, ik denk vol. Kijk, kunstmest is nu vol. En zaden doen we ook gelijk vol. En dan is deze zaaimachine in ieder geval straks weer klaar voor het volgende veld. Want dat hele grote veld moet dus nu natuurlijk ook gezaaid worden. Maar dat gaan we de volgende keer wel doen. Dat gaan we deze aflevering niet meer redden. De molen draait in ieder geval weer. Daar ben ik wel echt heel erg blij mee. Als ik dan deze eventjes daarheen rijd, dan zet ik hem in ieder geval klaar voor het veld. Dat is al heel wat. Kijk, gewoon hier. Dan kunnen we daar de volgende keer mee... of een helper. Of dat we zelf gaan inrijden. Dat is iets wat we dan de volgende keer eventjes gaan bekijken. Nu moeten we nog wel even zorgen dat hier de boel even opgeruimd wordt. Hè, zoals al dat spul wat daar nog ligt bij die open air gardens. Dat kan ook allemaal weg. Deze kan ook weer op de, hier de schuur in. Dan is die ook weer van de map af. Perfect. Alles wat daar dan staat nog eventjes, dat doe ik nog eventjes aan de varkens. Want die... Oeh, er staan ook alweer twee pallets met stof. Dat gaat ook hard. Oh.
Zo, en de laatste pallet van de Open Air Gardens, die gaan we er ook eventjes heen doen. Dat is nog katoen. Dat kan mooi hierin. En er is volgende doel, denk ik, sparen voor de kleermakerij. Want daar hebben we in principe ook al genoeg stof voor. Moet kijken, hebben we hier weer 2000 liter stof. Maar die kleermakerij straks, die gaat echt heel veel geld maken. Eén pallet van 1000 liter kleren was volgens mij 35.000 euro. Dus dat is wel geld. Daarmee kunnen we wel binnenlopen, zeg maar. Er stonden nog de wol, die pakken we er ook nog eventjes bij. Het wol wat daar staat moet nog eventjes bij de spinnerij in. En volgens mij is het spel geüpdate, want grafisch ziet het er beter uit. Maar ook, het ziet er gewoon beter uit. En het is gewoon, het speelt... Wow. Het speelt fijner. En die spawnpoints zijn volgens mij veranderd. Want eerder zette hij de 4 pallets naast elkaar en nu zet hij er ook 2 achter elkaar. Dat is wel mooi. Zo, dit er nog eventjes bij de spinnerij in. Mooi man. Nou, dan is dat ook weer klaar. Dan hebben we alle spul ook weer een beetje opgeruimd voor vandaag. En dan denk ik dat het voor nu ook wel weer klaar is voor deze video. Dan wil ik in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk? Doe het duimpje even omhoog. En ben je al niet geabonneerd, wil ik je vragen om even te abonneren op het kanaal. Hieronder de video. Die grote rode knop, je kan hem haast niet missen. De volgende keer gaan we waarschijnlijk dan weer heel wat bloemetjes verkopen. En dat ene veld moet dan nodig ingezaaid worden. En dan hoop ik dat we weer met die nieuwe combine aan de gang kunnen. Dat zou wel leuk zijn. Want dit veld wat hier zo zit... Die is volgens mij ook alweer bijna aan toe. Maar dat gaan we de volgende keer zien. Voor nu, bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Bye.